jaar geleden heeft Tula voor ons gestreden. Maar zeg mij, hoe past dit in het heden? Amite, abote, Tula te. Obama, 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 zie hem daar staan. Hé, hey, waarom herdenken we deze dode Antilliaan? Amite, abote, tulate. Zweten en zwoegen. Altijd twee keer zo hard als een blanke. Waar vind ik mijn trots? Waar vind ik mijn mooie zwarte klanken? Oh, oh. Amite, abote, tulate. Amite, abote, tulate. Aha. Amite, abote, tulate. Voor nu, voor altijd. Voor nu, voor altijd. Goedenavond, dames en heren. Ik zei goedenavond, dames en heren. Welkom bij de nationale herdenking van de grote slavenopstand van 1795 op Curaçao van het Nincee. Het thema dit jaar is Tula, Patour Generation, wat in het Nederlands betekent Tula, voor elke generatie. Mijn naam is Rinsjemar en ik ben jullie host vanavond. En ik ben Ruben en ik ben dus ook uw host voor vanavond. Voordat we verder gaan met het thema en het programma van vanavond, wil ik heel graag Dr. Artwell Kane, directeur van het Nincee, vragen of hij alsjeblieft deze herdenking officieel wil openen. Dr. Artwell Kane. Ik wil beginnen met mevrouw Mervis Broek Salomon, de plaatsvervangende minister van de Antillen. Ook de heer Edwin Abbott, de minister van Aruba en zijn vrouw, ook de voorzitter van Nense, de heer Campbell, voorzitter van Okan, de heer Glenn Helberg, de heer Lambert van de MAP, Tanya Nansing van de Tweede Kamer, Jan Leerdam, en al onze andere gasten, ook vanuit Curaçao, hebben we een vertegenwoordiger van Platform Slavitud, Generatia Slavitud, met andere woorden, Platform Slavernij en Erfenis Slavernij Curaçao, Annam, Itteke Witteveen. We hebben ook een andere internationaal gast hier, dat is Dr. Keith Nurse van de University of the West Indies. Ik zie hem niet, maar goed, misschien komt hij later. Oh, die Candelaria natuurlijk van de Antillenhuis. Wat uiteraard hebben we aan de linkerkant onze keynote speaker, Dr. Anders Jocelyn Clementia en al onze dichters en muzikanten. Enzovoort, enzovoort. Daarnaast wil ik deze plek gebruiken om de mensen van Judith en Marlon en hun crew te bedanken voor het organiseren van deze voortreffelijke avond. Straks zullen we zien. Zoals de heer Kane aangaf, vindt het Nincee het heel belangrijk dat ook jongeren weten wat er is gebeurd tijdens de grote slavenopstand van 1795. En dat jongeren zich bewust worden
van de geschiedenis van de slavernij van de Antillen en Aruba en wat die opstand eigenlijk inhield. Op deze avond hebben we 3 dichters uitgenodigd om hun werk voor te dragen. Als eerste wil ik graag voorstellen Charlton Marcus. De volgende dichter is T. Martinez. Dames en heren, Alida Kok. Ik wil graag het woord geven aan Charlton Marcus. Cativo embarazada. Foi uma triste mama África na Arancão, Ghana, Moçambique, Guiné-Bissau, com cinta preto na amarabo cintura. Ai, borgulho, alanta para tenalária, riba suela sushi na aroabo, trapa-ribabo com sambarco. Kubo manga di alabaster acaba di plak panan. Sengene, bo kurpa kwe chimpi. Ora nanga ponebo kome stof, te kubo chente nanga garna. E bo na suela bo akeda, mientras bo tabata trose, tembo orgullo. Man sushi, man blanco, man di mukel, asuta riba bolomba, pasinyabo scupi. Sesu foi bonanishi, iboreana. Trechi babo, unta madambo di bata, yanga kubo botin, pone carajo negrnan, seba riba bo orgullo falso, pa bende bo yerba. Lubita ko wega di diabel unta koi chansa kuni. Paso, ora eta klakubo, ta chika, eta chika. Te lastu un hueso de mokurpa. Ba grita, ba sklama, minta katibo di yun shum. Drama agua quater quater sin poranga consuelo babo la batiba. Mientras tanto sushi di más con siglo acqua habira meke meke seca te frus y dof e luz di bomente. Ta qui masa quedavo. Que mais popohasi com lanta de sangue frio? Com não a bailar atrás? Tem estreno de uma película, vou a contar-me. Com tem a rodia, vou a gátia, com o yuchi de Moscote. Me ben ik dus aan het doen. Oh, voordat ik begin, wat ik wel grappig vind aan het affiche voor vanavond, is dat wanneer je kijkt, dan zie je dat die jongen in vroeger andere kleren aan heeft, maar nog steeds hetzelfde haar heeft. Wat zegt dat eigenlijk over onze haarcultuur, over de generaties door? Anyway, ik... Dat jullie het ook even zien en... Ik had dorst toen ik doorweek de straten van onze zee opzocht. Mijn bestemming bekend, maar onbemind door hen die me vroegen waar ik heen ging. Zonder wroeging antwoordde ik, vastbesloten om kringen te doorbreken en mijn eigen omtrek vast te stellen. Mijn trekken werden pas bekend tijdens mijn trek door mijn honger naar een ander hart. Curaçao. No pokure e buraco de mi corazón. Until it understands my stance and current standing, de standplaats van mijn zinnen, wordt constant bekogeld met klinkers, doordat ik zelf vooroverbuig, straatstenen lospeuter en mijn weg in de wereld dan. Geweld is alleen voor de zwakken weggelegd die de schoonheid van vies zijn niet willen begrijpen. Mijn toekomst
is geen les voor anderen, maar mijn tijd als woorden van anderen zijn voorbij. Niet langer verdeeld door tijd wordt mijn bestaan meer dan stof die geïnhaleerd wordt tijdens zelfstudies. De aarde onder mijn voeten kleurt zich rood en mijn enkels gaan een gesprek aan met mijn polsen die glimlachend mijn nek overtuigen dat water om de hoek te vinden is. Straks zal het inderdaad dadels en funchi regenen en zullen johnnycakes gevuld zijn met de daadkrachtige doorbreking van mijn en onze stilte. Un papilante. Tula tendeni. Tula antepasado machu. Barribeltia contra esclavitud. Hoy en día nos elogiabo, conmemorabo, nos visti da chiqui y bubu, pa enfatizar nos reis tan africano. Scribi poesía, obra de teatro, trajate hasta monumento pa recordabo heroísmo. Y así na mes, opidinos, no que sa di bom mes. Mas con siglo passano sa libera por fin je cadena na di opisho. Ainda nos sta canando un camin da masha largo pa por sinta na mes un mesa que yu di show. Pa sinalesa, skirbi e pensa e vota pa quem nos haia ta bom. Nos ta juzga otro que tu bai a base de nos apariencia. Nos que drecha raza, adora cabei di toco. Llama otro preto maoso, narici plat, leb diki cabei malu. Tula, que diabo ta bem bet pa liberar nos mentalidad esclavizá? Pa liberar nos mentalidad esclavizá? Thank you. We gaan door naar het eerste muzikale optreden van vanavond en een bijzondere. Het bijzondere in het optreden is eigenlijk dat de organisatoren het programma helemaal klaar hadden, helemaal rond. En zelfs de flyers waren al gedrukt toen ze tegen deze artiest opbotsten. Ze waren zo gecharmeerd van hetgeen wat zij deed, dat ze besloten dat deze prachtige jonge dame een plek moest en een plek zou krijgen vanavond op deze bijzondere avond. Charissa Granger speelt al vanaf haar 12e de steelpan. Dames en heren, een liefdevol applaus voor Charissa Granger. Thank you.
Het is nu al de vijfde keer dat er een keynote speech gegeven wordt. Maar het is vandaag de eerste keer dat deze speech gegeven wordt door een vrouw. Het is voor ons een groot genoegen en voor mij in het bijzonder om Dr. Anders Jocelyn Clemencia aan u voor te mogen stellen. Komt u er alvast bij? En ik heb het genoegen gehad haar al eerder deze week te mogen ontmoeten. En zij heeft me gewoon in 2 uur gewoon gigantisch geïnspireerd. Jullie zien hier een prachtige, intelligente, zelfbewuste vrouw. Jullie zullen het zelf straks horen. En ik ben gewoon hartstikke... Ik voel me eigenlijk vereerd dat ik haar heb mogen ontmoeten. Bonocci. Een goedenavond. Directeur Artwell Kane van de NINSEE, mag ik u hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de eer om mij uit te nodigen vanavond hier als gastspreker te mogen zijn. Een bijzondere eer op dit belangrijke moment in ons wordingsgeschiedenis. Alle hoogwaardigheidsbekleders, amigunang, amiganang, familia, hobenang, jongeren, Bonocci, het is een eer voor mij. In 2013 zal het 150 jaar zijn dat de slavernij officieel afgeschaft is in de Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Wij moeten nu starten, of misschien wel doorgaan, met het herinterpreteren, het documenteren van onze geschiedenis. Het ontwerpen, ontwikkelen en verspreiden van goed informatiemateriaal. Materiaal dat een nieuw perspectief biedt, een nieuw perspectief presenteert over onze geschiedenis en over wie wij zijn. En hierin spelen jongeren een bijzonder belangrijke rol. Staat u mij toe deze voordracht van vanavond als deel van dat proces te presenteren, waarin mij gevraagd is in te gaan op de vragen Tula Patur Generation. Kunnen alle generaties zich in Tula vinden? Wat heeft de cybergeneratie van 2010 aan het verhaal van Tula en de opstand van 1795? Ik heb gemeend deze vragen eerst aan te kaarten met de wedervraag, die een uitnodiging is om samen het antwoord te ontdekken of Tula zin heeft voor iedereen. De wedervraag die ik mezelf en u vandaag wil stellen is: Bosakembota? You bet. Bosakembota? Bosakembota? Weet je wel wie je bent? Wellicht kunnen we aan het eind van de presentatie de vraag beantwoorden, als we hem niet nu al kunnen beantwoorden, gekoppeld aan die over Tula. Ik neem u achtereenvolgens mee naar Alice Juliana, meester, onderzoeker, voordrachtskunstenaar, schilder, beeldhouwer, etnoloog, musicoloog, archeoloog, die zich ook op Tula heeft geïnspireerd. Ik neem u mee naar Curaçao met de uitnodiging De Grond, een zo belangrijk begrip in de beleving van onze ouders en voorouders te verkennen. Tera. Fula tera. Ding masco un sentido. Ik vraag u stil te staan met mij bij cruciale momenten, zoals de strijd van vrijheidsheld Tula en van anderen die zich op Tula hebben geïnspireerd. Vakbondsleider Felicia Kutu, Moises da Costa Gomes. Ik vraag je zo meteen met mij stil te staan bij de arbeidersopstand van 30 mei 1969. Daarna wil ik eventjes met u een tijdsbalk doornemen, aangevuld met uw eigen ervaringen en geschiedenis. Terugkerend naar Tula en stilstaan bij de identiteitsmarker nummer 1 van elke cultuur, de taal, het papiamento.
En bij de School Nobel, de nieuwe school die we gesticht hebben op Curaçao, sluiten we af met beantwoording van bovengestelde vragen. Ik dank eerst, voordat ik begin, met het verhaal van Tula. Ik dank onze voorouders vandaag dat ze de weg voor ons vrijgemaakt hebben, zodat wij vandaag hier kunnen staan. Ik eer in alle grootouders die hier vandaag aanwezig zijn, onze voorouders. Dank u wel. Ik eer vandaag in alle jongeren hier aanwezig de toekomst. De jongeren zijn onze energie, ons licht en de weg naar morgen. Dank je wel, jongeren. Augustus 1927 werd op Curaçao de tweeling Gladys en Alice Juliana geboren. Kinderen van Mayo Juliana en José Yanya. Dus recent zijn ze 83 geworden. Juliana heeft zijn hele leven gewijd aan het zoeken naar de achtergrond. Het hoe en waarom van de slavernij. En vooral de effecten die tot de dag van vandaag te voelen zijn in Curaçaose Afrikanen. Hij beschreef de verwoestende aanslag van slavernij en kolonialisme op de psyche en de identiteit van de Curaçaoenaar. Hij zei: het is alsof het geheugen leeg is, leeggezogen wordt, nergens op terug kan grijpen. Wie ben ik? Osakemota? Juliana schreef, dichtte, schilderde, publiceerde, groef in de grond en ontblootte zoveel waarheden en weerlegde zoveel onwaarheden. Herinterpreteerde de geschiedenis. Hij hield ons altijd voor dat de kracht er is. Eforzate. Onze kracht is er. En in augustus, de maand van Tula, de maand van Alice, de maand van Marcus Mosiah Garvey en van de Internationale Dag voor Herdenking van de Slavernij en de Afschaffing daarvan, dat op 23 augustus plaatsvindt, leek het me op zijn plaats met meester Alice Juliana te starten. Om na te gaan of Tula voor alle generaties zin heeft. En wat heeft Tula gedaan voor alle generaties voor ons? Als muzikoloog leerde hij van de ouderen de typische Curaçaose instrumenten zoals de binta, de bamba, de matrimonial, de bastel, om maar enkele te noemen, te bespelen en gaf deze kennis door aan anderen. U hoorde daarnet de binta, bekend geluid in de muziek die Zumbi. Navorser als hij is, ontdekt Alice Juliana het grote belang van Tula. En hij zei tegen hem: Tula lanta! Badrumi muchukaba dimboha makari baref. Ablief Tula? Kibodisi? Papia! Grita! Di nadis konemas. Sta op Tula. Je hebt al te lang geslapen in je hangmat daar op het rif. Wat zei je Tula? Spreek op. Schreeuw het uit. Er is niks meer te verbergen. En in een van zijn meest inspirerende ritmische gedichten, La Bapena, zet Juliana uiteen hoe de tamboe ons kan helpen om de pijn weg te wassen. Om het geheugen te vullen. La Bapena. Rumana, rumana, bintendi, bintendi, bin laba, bopena, dinto bukutobum, tobukutobum, tobum, tobum, tobukutobum, nabukonatigi, parakubadi, parakubadin, parakube, mandelekune, bintelekune, mandelekune, bintelekune, tigi, nabukonatigi, nabukonabintobum, bintobum, 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 bintobum.
De grond waarop wij lopen, waarop wij wonen, waarop wij verbouwen, is heel belangrijk om onszelf terug te vinden. Suela, terra, dat is ook belangrijk. Te laten doen aan ons forza. Zie hier de blinde kaart van Curaçao. Waar heb jij allemaal gewoond op Curaçao? Zoek je barrio op. Zoek je barrio lang op. Wat weet je van die barrio? Van de mensen? Liep of loop je door de barrio? Of chase je alleen met de auto erdoor? Wat voor bomen groeiden? Wie woonden daar? Welke zijn de mannen en de vrouwen die een belangrijke rol gespeeld hebben in het leven van de mensen uit die buurt? En waarom? Wij moeten onze geschiedenis herschrijven. En al die verschillende individuele geschiedenissen vormen één groot, krachtige geschiedenis. Wat voel je als je terugdenkt aan je buurt? Wat voel je als je terugdenkt aan je buurt? Als we elkaar onze verhalen vertellen van Bandabou, Kenepa, Terakora, Dominguito, Otrabanda, Kanga, Maripampung, Santa Rosa, Las Almas, Saban, Seru Fortuna en Fortuna Bieu, dan vult de blinde kaart zich en krijgt het land een gezicht. Kutureuela Itawelanam, met alle oma's en opa's, met alle tanchi, tio, primo, irumanang. En dan is de kaart niet meer blind. Dan vult ons geheugen zich en dan staan we sterker. Ik nodig je uit om samen met anderen jouw kaart te vullen met jouw herinneringen. Lang daarvoor, Promeco Corso, kwamen we uit een ander land, uit continente Mama Afrika. Gruppo Trinchera, tamboegroep Trinchera, achterhaalde de oorsprong van de tamboe en zong dat het uit Afrika kwam. Curaçao's grond raakte, vervolgens Bonaire aandeed, via Coro in Venezuela terugbelandde op Curaçao. Als we naar die tamboe luisteren, dan vult het geheugen zich. En dan staan we sterker, Aisha. Die Afrika is la bimpa sassuela di Corso. Die Afrika is la bimpa sassuela di Corso. Curtina Corso, passa con Nero. Curtina Corso, passa con Nero. Curtina Corso, llega belle coro. Curtina Corso, llega belle coro. Tambubari, tambor natayame. Ho tambubari, tambor natayame. Lumanantur, van sigue tradición. Lumanantur, van sigue tradición. Van Sigi, van Bambo Fabien, van Sigi, van Santa